Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. En we hebben heel veel dingen voor de boeg, dus let's go! We staan hier op... Oh, Water Olympics! En waarom heb jij een vuilniszak om? Ja, het is veel water hier vandaag. Maar je had toch wel water verwacht bij Water Olympics? Ja, dit is, we hebben water verwacht, maar dit is iets meer dan verwacht eigenlijk, heel eerlijk gezegd. Sorry, je kan toch gewoon even vragen, yo, kan je even stoppen met regenen alsjeblieft? Ja, grote fout vanuit onze kant. Nou, hallo jongens, we zijn hier op CSR. Ze hebben hier gewoon een eigen kapperszaak in de sociëteit waar je gratis een knipper kan krijgen. En we hebben iemand die daar graag gebruik van maakt. Hoe heet jij? Alexander. Nou, dan heb ik nog wel even een dilemmaatje voor jou, een dinsdag dilemma. Liever kaal of een mullet? Oh, kaal, daar ben ik al een keer gegaan. Hij loopt. Anton, hoe gaat het met jou? Oké, hallo, ik sta hier op Vergiel voor het Toko Festival en ik sta hiernaast... Bella! En... Jolien. Jolien en Bella, leuk dat jullie hier zijn. Wat vinden jullie tot nu toe van het Toko Festival? Ja, heerlijk, kijk nou dit weertje. Perfect voor een festival. Om dit te organiseren. Die twee waren gewoon lekker op vakantie met hun kontje. Die hebben niks gedaan. Oh, met hoeveel doe je dat dan? Eigenlijk een commissie van 7. Maar we hebben nu met z'n 4 of 5 deed het gedaan. Maar eerlijk, wat is nou leuker? DSC of Vergiel? Ja, dat blijft natuurlijk altijd de kwestie. Ik hang zelf wel echt veel meer naar de zaak. Oké, we staan hier nu met... Isabel. En... Isabel. Maar ze denken dus ook wel eens dat wij tweeling zijn. Jullie tweeling? Maar ik snap dat niet zo goed, want we hebben dezelfde naam. Wie zou een tweeling zelf de naam geven? Weten jullie wat wij zijn? Ja, OW. 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 TV. OW. TV. Als je dit zou zien, dat ziet er toch geweldig uit? Nee, het is... Schelden op tv, broer. Hey, ik sta hier bij DSB en ik sta hier samen met... Max. En waarom ben je ooit lid geworden van DSB? Oranje is een lelijke kleur en geel is veel mooier. En jullie hebben net gekeken naar de luchtbioscoop of naar de film. Wat vond je van de film? Ja, een leuke film. Ja, en vooral de omstandigheden. Hè? Lekkere plans bij op je hoofd. En als je de film in 4 woorden zou moeten uitleggen? Nou, ik zou zeggen zwaar over de top. Oké, jongens. Toen wij hier net aankwamen hoorde ik, oh nee, het is OWTV. Dus ga even vragen van waarom dat zo is. Hoi. Toen wij hier net aankwamen hoorde ik, oh nee, het is OWTV. Waarom? Nee, omdat ik vorig jaar stond ik gewoon ook met iemand te praten. En toen rende diegene heel hard weg toen jullie aankwamen. En toen werd ik geïnterviewd. En nu weer. Maar dat is oké. Dus jij hebt gewoon een kleine trauma aan. Van diegene die rende zo hard weg dat jij nu... Ik heb steeds in mijn dromen gewoon zo zitten. Van oh nee, ik heb nu met jullie gepraat en gewoon weglopen. En mij alleen achterlaten. Nee, oké, dan snap ik wel dat je denkt. Oh nee, het is, ik word weer geïnterviewd. Want dat is nu weer zo. Ja, precies. Dit
Dus gun ik mezelf de strijd en ga volop in de strijd. Echt een speedrun aan door alle verenigingen. Nee. Oké, beste kijkers, we zijn nu bij de Cornbus en zijn hier bezig met een retro arcade. Dus laten we even een kijkje nemen. Het is dus dinsdag dilemma. Ik heb een dilemma voor jou. Is het Proto's Laga of is het Laga Proto's? Het is Proto's. Produceer het dus. Overduidelijk. Dat was niet mijn vraag. Is het Proto's Laga of is het Laga Proto's? Ja, maar Laga komt niet in voor, want het is Proto's Eretus. Lijkt me overduidelijk. Ik heb een brandende vraag voor jou. Wat is jouw allerbeste openingszin? Is jouw naam wifi? Want we hebben een connectie. Zo. We staan hier samen met twee echte lagaiers. Pardon? Ik sta hier nu met... Wat is er met jouw stem gebeurd? Ben jij lid van Proto's of... Ik versta er helemaal niks van. Of elke dag jezelf helemaal insmeren mayonaise. Of elke dag een pot mayonaise eten. Ja, insmeren is toch te seksueel voor mij. Is dan toch maar eten, denk ik. Ja, ja, hoeveel milliliter, hoeveel milliliter? Zo'n unit, zo'n grote unit. Dat is chappen, man. Dicht, geen kant. Gast, ik ga er niet meer zo insmeren. Nou, we staan nu op het broodfeest. Of alle trappen van de EWI omhoog lopen of het sportfeest missen. Oeh, ik zou dan toch alle trappen van de EWI oplopen. Vind je het zo stom hier? Nee, tuurlijk niet, dat is klein. Nee, dat hebben we ook. Ik zou liever dat oplopen. Oké, we staan hier met de grootste fan van OWTV in Delft. Volg jullie al super lang. Ik heb echt alles gezien bijna. Heb jij OWTV met de paplepel naar binnen gekregen van je ouders? Nee, ik heb mezelf gevonden, want ik ben een hele goede padvinder. Ik zag gelijk de jasjes en de enthousiasme. Want het ding is, ik zag jullie gelijk springen zo. En dan dacht ik zo, hey, die ken ik ergens van. Dat is super leuk. Anyway, veel plezier met de interviews. Jij veel plezier op het feestje. We staan hier met iemand die jarig is. Hoe oud ben je geworden? 18. 18, dus je mag gelijk. Ik zeg altijd, het is een gezelligheidsvereniging met net te veel roeiboten. Nou, dit was hem alweer voor vandaag. We zeggen nu, ciao tutti. En OWTV, out.